Hallo Rivo vrienden, hoe is je daar? Mooi mooi. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we even kijken. Goh, wat zal het zijn? Jeetje, wat een spanning. Ah, zakjes. Glimmende zilveren zakjes. Leuk. Zakjes komen uit Rusland en dat is meestal geen goed teken. Maar, wat is het? Goedmoed. Eigenlijk het enige wat ik zie. En een drankfles. Ja, dat is altijd met Rusland. Oh, Goedmoed. Drankfles. Maar met een ander glaasje dan hier. Hier is een glaasje met ijs. En hier een glaasje met een citroentje op de zijkant. En hier hebben we Goedmoed. Een glaasje. En een glaasje. Dat ziet eruit als een glaasje wijn. Het fijne van die Russen is dat ze alles in het Russisch erop zetten. Dus dat je het gewoon niet kan lezen. Onmogelijk. Het is iets met drank. En het zit in een zakje. En we gaan wel even kijken. Oeh. Oeh. Kijk, heel sterk. Ach, kijk nou toch. Het zijn droppies. Droppies in een drankflesje. Nou, daar zit hier natuurlijk een geel snoepje in. Laten we eerlijk zijn. Ja hoor. Gele flesjes. Gezellig. En hier zijn dan garoenen flesjes. Snoepjes met dranksmaak. Dat kan natuurlijk niet missen. Overigens flikkeren die Russen natuurlijk overal drank in. Maar dat snap ik wel, want het is altijd bok en bok koud. Ja hoor. Kijk, groene wijngummetjes in een flesje. Bruine, gele en groene flesjes. Ik heb het even opgezocht. Mijn Russisch is tegenwoordig steeds beter. Dit is inderdaad wijn. Deze is whisky smaakdroppie. En deze is tequila smaakdroppie. Is dat lekker? Dat denk ik niet. Maar wat er wel op staat, bij allemaal, wat er wel op staat, is dat het allemaal 100% alcoholvrij is. Dus God mag weten waarom je in hemelsnaam een snoepje maakt met whisky, tequila en wijnsmaak. Want als er geen drank in zit, liever gezegd geen alcohol in zit, waar is het dan voor nodig? Maar ja, we gaan gewoon proberen. Het witte wijnsnoepie uit Rusland. Smaakt prima. Een winegum. Ja. Kennen we ook in Nederland wel. Ik snap niet helemaal de connectie met een glas wijn. Maar het is prima. Het is druivig en zoet. De whiskygum. Is een beetje penetrant. En een beetje scherp. Maar eigenlijk niet veel meer dan een winegum met een lichte whisky smaak. En weer niet vies. Ook niet lekker trouwens. Nou ja goed, dan zal de groene tequila gum ook wel gewoon te doen zijn. Ja, de tequila gum smaakt een beetje naar schoonmaakmiddelsnoep. Gadverterrie. Oh, die is niet lekker hoor. Dranksnoepjes uit Rusland. Gewoon lekker in Rusland laten. Want ze zijn helemaal niet heel lekker of interessant. De enige die wat te doen is de winegum. En wij hebben in Nederland ook winegums. En die zijn er nog even wat lekkerder dan deze. Nee, dit is hem niet helemaal. Naast dat ik niet heel snoeperig ben, denk ik dan, maak er wat lekkers van. Mochten jullie onverhoopt door Moskou lopen binnenkort en je ziet ze staan, laat ze gewoon lekker staan. Want dit heb je niet nodig. Maar in ieder geval was het wel heel leuk om een keer te proberen. De Russische winegums, de Russische whiskygums en de Russische tequila gums. De Russische tequila gums zijn niet te nachen. Die smaken naar schoonmaakmiddel. Die krijgt een 4. De whiskygums, die zijn minder vies, maar nog steeds niet lekker. Die smaakt een beetje penetrant, ergens een whisky smaakie. Niet heel erg leuk. Die krijgt een 5. En de Russische winegum, die smaakt naar winegum. Dat is ook van wijn, maar
Onze winegums zijn net even lekkerder. Want die Russische dingen, die zijn namelijk slap als de pest. Kijk, dat is niet helemaal de bedoeling. Deze is wel voldoende, omdat die smaakt, maar niet vies. Deze is wel een 6. Poeh. Al deze drank winegums zonder alcohol, moet ik zeggen dat ik een beetje vieze smaak in mijn mond heb. Dus misschien wordt het tijd voor een echt borreltje. Maar er zit dan wel alcohol in en hoef ik niet op te kauwen.